Everybody wanna know why I'm walking around with a big smile on my face. Hey, I'm happy and it shows. Ik ben bij Generate gekomen via Joke. Ik heb in het tweede jaar voor Nieuwie een project gedaan. En via dat project ben ik eigenlijk in aanraking gekomen met Joke, omdat zij met Generate een deel volbracht van onze opdracht, zeg maar. En eigenlijk heeft ze toen al aangegeven van, joh, als je ook een keer een stageplek zoekt, dan geef ze even een seintje, dan ben je altijd welkom. Dus nou ja, een jaar later was ik op zoek naar een stageplek en eigenlijk herinnerde ik me dat gesprek. En ik dacht van, nou, ik stuur een berichtje. En een dag later had ik een sollicitatiegesprek en was ik aangenomen. Nou, bij Generate heb ik afgelopen weken gewerkt als office manager. Dus ik heb mijn bijdrage kunnen leveren door middel van echt interne organisatie, zeg maar, even onder handen te nemen. Ik heb bijvoorbeeld een handboek gemaakt. Dus elke nieuwe medewerker die hier binnenkomt bij Generate, die leest de basis. Dus die weet gewoon wat is de bedoeling, wat wordt er van me verwacht, wat zijn mijn taken. Nou, dat soort dingen heb ik allemaal uitgeschreven. En ja, daarnaast natuurlijk nog heel veel andere dingen. Maar dat is veel om te noemen. Ja, de samenwerking met Joke was echt helemaal super. Ik denk dat iedereen die Joke kent wel kan beamen dat het gewoon super leuk mens is. Echt, als ik het zo mag zeggen, een topwijf. Ze is echt een beetje te motiveren, te inspireren. En de manier waarop zij je kan begeleiden en tegelijkertijd met je samenwerkt als collega is echt, ja, super. Dat is echt heel goed van haar. Na 20 weken bij Generate stage gelopen te hebben, kan ik zeker de conclusie trekken dat ik op persoonlijk gebied ben ontwikkeld. Ik denk dat het ook bijna niet anders kan als je 20 weken lang als een jong professional het bedrijf runt met elkaar. Dan, ja, daar groei je van. Het kan gewoon niet anders. Nou, wat ik nieuwe medewerkers van Generate mee zou willen geven is dat ze er echt met 100% voor moeten gaan. Generate biedt je echt alle kansen om jezelf te ontwikkelen, dus pak die dan ook. Ja. Ik ben bij Generate gekomen via het stagebureau van het Graafs Lyceum. Ik had eerst een aantal andere bedrijven benaderd om daar het stage te kunnen lopen, maar die reageerden eigenlijk vrijwel niet op een mail. Of ik had ze nog wel een paar keer proberen te bellen, maar daar hoorde ik eigenlijk niet zoveel over. Maar toen had Bert, had voor mij een stageadres, dat was hier bij Generate, toen had hij ook gebeld en ze vroeg of ik een mailtje wilde sturen. Toen had ik gemaild, daarna mocht ik op gesprek komen. Maar eigenlijk was ik gelijk aangenomen, dus dat was wel. Toen was ik wel blij. Mijn verwachtingen van Generate waren dat je als student veel zelfstandig kon werken. En ook zelf veel in de praktijk kon doen. En dat was ook wel zo. Je mocht echt zelf filmen en editen. En je had ook wel verantwoordelijkheid voor dingen die dan echt gedaan moesten worden. Niet dat je met iemand meeliep en dat hij alles deed en dat jij kon toekijken hoe het ging gebeuren. Maar het was wel echt veel zelfstandig werk. Ja, ik heb een hele leuke tijd bij Generate gehad met mijn collega's. Omdat iedereen natuurlijk van dezelfde leeftijd ongeveer is, omdat we voornamelijk met studenten werken. En daarom heeft iedereen ook wel vernieuwende ideeën. En ja, de werksfeer is gewoon ontzettend gezellig. Ja, wat ik persoonlijk een beetje heb kunnen verbeteren is meer communiceren met je collega's. Dus als je een idee hebt of zo, dat je dat dan ook al meer bespreekt. Ja, daar ben ik wel een stukje op vooruit gegaan. Wat ik wil meegeven aan de nieuwe studenten bij Generate is dat je heel veel zelf kan doen. En dat je best wel veel verantwoordelijkheid krijgt, maar dat is ook wel ontzettend leuk in een stage. Als je gewoon echt veel in de praktijk kan werken en niet meelopen met koffie halen. Paradise, every time she closed her.